Hotel Koppel Wintanini Slip en Slaap. En gaat naar huis met een bed ter waarde van 2500 euro. Dit zijn de finalisten van de Danini Slip en Slaaprace. Nadine en Davy uit Ellicom slapen al 17 jaar in hetzelfde bed. Nadine is onthaalmoeder en Rudy werkt in de industriebouw. Beiden zijn ze al lang op zoek naar een nieuw bed. Via deze wedstrijd hopen ze het bed van hun dromen te winnen. Romina en Papa Luigi vormen ons tweede finale koppel. Romina heeft zonder medeweten van haar vader een deelnameformulier ingevuld op onze website. Romina en haar papa zijn de beste vrienden en besluiten samen te strijden voor een gloednieuw bed. Onze finalisten ontmoeten elkaar in Snow Valley Peer. Ja, er is een hoge piste en een kortere piste eigenlijk. Toch, oh ja, de kortere piste valt te doen, geen probleem. Moet je tot boven? Nee, maar een enkel 10 meter of zo. Piece of cake. Ik was dadelijk aan het denken welke stukken zouden het eerste naar beneden moeten en hoe moet het bed ineen. Want dat was toch wel het belangrijkste op dat moment, om te weten welke stukken je als eerste naar beneden moest brengen. Skileraar van dienst Rudy zal de wedstrijd in goede banen leiden. De inzet, een bed ter waarde van 2500 euro. De opdracht, wie het eerst een bed in elkaar kan steken en onder de lakens ligt, wint. De strijd is pikkelhard. Team Groen, zijn jullie er klaar voor? Ja! Team Rood, zijn jullie er klaar voor? Ja! Dan gaat nu de slip en slaap beginnen in 3, 2, 1, go! Ja. Oké, naar boven. Ja. Go, go, go. Kom aan, kom aan. Kom aan. De eerste keer omhoog ging het wel, maar dan de tweede keer, die adrenaline komt terug op. Je ziet die andere al. Dus je denkt, ik moet halen, ik moet het halen, ik moet het eerste zijn. Hè? Maar met dat je die koude lucht inademt, eigenlijk, wordt het toch wel moeilijker. Ik had de techniek gevonden van gewoon de stukken op de matras en daar bovenop te springen. En dan geleek eigenlijk heel mooi volledig tot beneden. Moest ik tussenin alleen maar een beetje sturen. Dus dat ging op zich wel heel goed. Ja. Goed zo, prima. Oké, okay, maar goed, kom maar. Hoe de koppels het ervan af gaan brengen, komen jullie morgen te weten in Studio TVL.